Je zit in de auto naar je werk, luisterend naar je favoriete radiostation, als YMCA van de Village People opkomt. Tegen de tijd dat je je auto hebt geparkeerd en richting je bureau loopt, blijf je in gedachten. Zingen. Tijdens de lunchpauze neurie je nog steeds het melodietje en tegen de tijd dat de dag er bijna op zit, worden jij en je collega's praktisch hondsdol van het liedje. Maar het lijkt wel alsof je er met geen mogelijkheid uit krijgt. Verschrikkelijk. Maar waarom blijft het ene liedje hangen en het andere niet? De misdadigers worden oorwormen genoemd. En nee, in tegenstelling tot wat je verwacht, wordt hier niet gedoeld op parasieten met bijtende tangen die zich een weg door je oorwormen. Het enige parasitaire aspect van deze oorwormen is dat ze zich vastklampen aan je gedachten doordat ze een soort cognitieve jeuk veroorzaken in je hersenen. Je hersenen geven hiermee aan dat ze een onafgemaakt taakje, in dit geval dus het liedje zingen, graag willen voltooien. Als ze naar een liedje luisteren, activeert dit een deel van de hersenen dat de gehoorschors, ook wel de auditieve cortex genoemd wordt. Onderzoekers van Dartmouth University tonen aan dat wanneer participanten een bekend liedje hoorden, hun auditieve cortex automatisch de rest van het liedje invulde. Met andere woorden, hun hersenen bleven lang nadat het daadwerkelijk liedje gestopt was zingen. Ander onderzoek van de Universiteit van Cincinnati stelt dat oorwormen een manier zijn waarop je hersenen actief blijven in een rusttoestand. Wat de reden ook is, knap lastig zijn ze in ieder geval wel. De enige manier om deze jeuk te verminderen lijkt door steeds maar weer het liedje in gedachten af te blijven spelen. Helaas werkt het hierbij net zoals bij een muggenbeet. Hoe meer je krabt, hoe meer het gaat jeuken. Zo ontstaat een oneindige vicieuze cirkel waar nog jij, nog je collega's blij van worden. Zo'n beetje iedereen heeft wel eens last gehad van een oorworm, maar is er verschil in wie er meer vatbaar voor is? Uit onderzoek van de Universiteit van Cincinnati blijkt dat vrouwen, muzikanten en neurotische, vermoeide of gestreste mensen een grotere kans hebben op oorwormen. Welke liedjes wel blijven hangen en welke niet is nog niet exact duidelijk. Al zal niemand het een probleem vinden dat een dergelijke formule nog niet op reclames en liedjes toegepast kan worden. Wel is duidelijk dat oorwormen drie dingen gemeen hebben. Ze hebben vaak een simpele, bekende muzikale structuur, worden veel herhaald en herbergen een verrassende of onverwachte wending die een hoek genoemd wordt. Wat je kan doen om hangende liedjes te voorkomen? Kauwgom kauwen. Door kauwgom te kauwen verminder je enerzijds vrijwillige muzikale gedachtes en anderzijds temp je ook onvrijwillige muzikale hersenspinsels. Hierdoor kan ook jij voortaan voorkomen dat je ten slachtoffer valt van een vasthoudende, irritante oorworm.